aan de rotte vandaag. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met veel meer collega's. Vandaag aan Via de Rotte is voor alles te doen. Hula hoepen zoals je ziet, turnbaan, trampoline, BMX'en en je kan zelfs roeien. En alles kun je volgen op de ledschermen wat in Rio afspeelt. Zou het alles te maken hebben? Ik ben persoonlijk van Hula Hoops. Dus ik ben de hoepeldocent hier in Rotterdam. Vandaag hebben we op het plein allerlei activiteiten, waaronder deze activiteit. En dat is het stoepranden. Een spelletje van vroeger eigenlijk, wat we eigenlijk nieuw leven in proberen te blazen. Mijn favoriete ding wat ik vandaag ga doen is een springtrampoline. Kun je trucjes doen? Ja, dat kan ik. Ja? Ga je zometeen wat laten zien? Ja. Ja? Wat kan je dan? Ik kan één keer op de grond zitten bij de trampoline en daar weer opstaan. Ik ben met mijn kind. Gezellig even weer op het springkussen en lekker met de bal spelen. Daar is hij helemaal gek op. Ja, wij proberen eigenlijk heel veel sporten die op de Olympische Spelen zijn hier op het plein te doen. En dat mensen daarmee mee kunnen doen. De bedoeling is dat de Rotterdammer hier aan het bewegen kan. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is om te sporten. Sporten is een uitlaatklep voor jezelf als je heel de dag, heel de week aan het werk bent. Om daarna even lekker alles eruit te gooien tijdens sport. En het kan van alles zijn. Het kan hula-hoepen zijn. Het kan BMX'en. Het kan voetbal zijn. Het kan eigenlijk elke sport zijn. Zolang je maar jezelf lekker voelt. En dat draagt bij aan een betere gezondheid. Sport verbroedert en brengt mensen bij elkaar. En dat is wel het belangrijkste. Denk ik. Ha ha ha.